slaat bij het verkeerslicht rechtsaf. We zijn deze keer in Veendam, met ruim 20.000 inwoners, de op één na grootste stad van de provincie Groningen. De plaats is halverwege de 17e eeuw ontstaan toen hier veen werd afgegraven. Veendam heeft eigenlijk een best wel bijzondere geschiedenis. In de 19e eeuw was er wel sprake van een kleine gouden eeuw eigenlijk. Dus er was heel veel turfvaart door het veen. En dat bracht hele interessante internationale relaties met zich mee. Dus de mensen gingen reizen. Dat zie je ook wel aan de schippersvrouwen die hier vandaan kwamen. Dat waren vrouwen van de wereld. En dat was een heel vooruitstrevend gebied daardoor ook. En dat verhaal vertellen we hier wel in het museum. Zo hebben we nu ook de Jugendstil tentoonstelling. Dus er is best wel veel Jugendstil in Oost-Groningen. Dat vloeit natuurlijk ook weer voort uit die kleine gouden eeuw. Hè? Want het was natuurlijk welvaart en dat bracht allerlei mooie zaken met zich mee. Waaronder ook aan het einde van de 19e eeuw ontstaat dan de Jugendstilstroming. En mensen lieten zich inspireren door die stijl en wilden daar ook huizen in die stijl. En dat zie je dus gek genoeg in Oost-Groningen best wel veel. Ja, er is heel veel te zien. We hebben altijd twee wisseltentoonstellingen. Nu is dat de tentoonstelling over Jugendstil, dus die ik net al aanhaalde. En we hebben ook een tentoonstelling over de papierknipkunst. De vaste collectie beslaat de aardappelzetmeelindustrie die hier heel erg groot was. Hè, met Willem Albert Scholte, die de eerste multinational van Nederland opzette destijds. We hebben een AVB-zolder, strookarton, ook een belangrijke industrie, vertellen we het verhaal over. En natuurlijk heel belangrijk, die scheepvaart. Ja, het allermooiste vind ik, het is natuurlijk persoonlijk, hè. Iedereen heeft een ander favoriet stuk. Maar ik vind wel de schilderijen van Scholten heel interessant, van Willem Albert Scholten. Dus die belangrijke zakenman, die heeft volgens mij 14 schilderijen van zijn leven laten maken. Dus dat gaat echt van zijn kindertijd tot zijn oudere tijd. En wij hebben daar 4 schilderijen van in bezit. De rest is niet helemaal bekend waar die nou zijn. Dus ik hoop dat we die ooit nog een keer meerdere kunnen gaan vergaren. En er hangt 1 schilderij in de Willem Albert Scholtenkamer. En dat heet Sla dood. En dat is een prachtig maanlandschap met heel mooi maanlicht. En het is sowieso als kunstenaar best wel moeilijk om een donker schilderij te maken met de juiste lichtval. En dat is meesterlijk gedaan, vind ik. En er zit ook een heel leuk verhaal achter. Want Willem Albert Scholten loopt door dat landschap en hij hoort dus op een gegeven moment Sla dood, sla dood. En hij denkt, Willem Albert Scholten was dus, even tussen haakjes, een heel zuinig man. Dus hij liep vaak en dat kostte natuurlijk niks. Maar hij liep dus ook 's nachts. Hij dacht, wat gebeurt hier nou? Weet je, ik loop hier in het donker in een landschap. Komt dat nou wel goed? Straks word ik overvallen. En hij wil dan eigenlijk iets trekken om zich te verdedigen. En op dat moment ziet hij dat, er wordt helemaal niemand doodgeslagen. Er zitten een paar dronken mannen bij een koets. Die zitten jenevertjes te atten en die roepen iedere keer sla dood als ze hem achterover slaan. Dus dat is een beetje het verhaal erachter. Maar daarnaast is het ook schildertechnisch een prachtig werk. Dus dat vind ik leuk.
De naam Winkler Prins duikt opvallend vaak op hier. De naamgever van de bekende encyclopedie woonde dan ook een groot deel van zijn leven in Veendam, waar hij werkte als predikant. Maar hij deed er nog van alles naast. Hij schreef artikelen, vertaalde boeken uit het Engels en Duits en werd uiteindelijk gevraagd om hoofdredacteur te worden van een geïllustreerde encyclopedie. De rest is geschiedenis. Het hertenkamp is aangelegd tussen 1915 en 1920. Het ligt er dus al meer dan 100 jaar, maar door nieuwe regels van de landelijke overheid dreigt het te verdwijnen. Er mogen vanaf volgend jaar geen nieuwe damherten meer worden geplaatst en zo zal het hertenkamp uiteindelijk uitsterven. Maar in Veendam leggen ze zich er nog niet bij neer. Zo heeft de plaatselijke politiek eerder dit jaar al actie ondernomen. Wij gaan het college bezoeken om de minister aan te schrijven om of de regeling aan te passen, dat het nog wel wordt toegestaan voor gemeentelijke situaties zoals een hertenkamp. Dan wel zorg te dragen voor dat wij ook op de uitzonderingenlijst terechtkomen. Er zijn 30 soorten die wel mogen. Er mogen bijvoorbeeld wel lama's, kamelen en waterbuffels geplaatst worden. Nou, dat zie ik niet zitten in een hertenkamp. Dat gaan we niet doen. Er is een uitzonderingslijst voor de dierentuinen en voor opvang. En het lijkt mij verstandig om ook dit soort situaties, hè, waarin het in het gemeentelijke beheer is, dat daar ook een uitzondering voor komt. Aan de rand van Veendam vind je het recreatiegebied Borgerswold. Dit gebied van 450 hectare is begin jaren 70 ontstaan door zandwinning. Er is van alles te doen. Je kunt er waterskiën, maar ook wandelen en fietsen en paardrijden. En in dit gebied is ook de camperplaats te vinden.